Goeiedag, ik ben Tom Lanois, Vlaams erkend leverancier van goede teksten, hoop ik, en een boekenweekauteur, boekenweekgeschenkauteur van dit jaar. En mijn object zit in een object in een object. En dit is de moeder Russische pop. Dat is een doos die ik heb laten maken. Eigenlijk gaat het over het manuscript van mijn voorlaatste boek. Het laatste boek is Heldere Hemel, het boekenweekgeschenk. Dit is de doos rond Sprakeloos. Sprakeloos is een autobiografisch boek waar ik eigenlijk de levens van mijn ouders, maar vooral mijn moeder, in beschrijf. En hoe ze die slagerswinkel in Sint-Niklaas uitbaten. En hoe mijn moeder vooral ook een amateuractrice was, aan wie ik al mijn voorliefde en hopelijk ook een beetje mijn talent heb te danken voor toneel. En voor sowieso verbale begaafdheid, talent voor begaafdheid, heel, heel mooie zin. Hier zitten, behalve die opzetten en allerlei meer literaire, traditionele zaken in, zitten er ook echt documenten in die aan mijn ouders hebben toebehoord. Ze bewaarden alles, een huwelijksboekje bijvoorbeeld, een reispas die nodig was op het einde van de oorlog voor mijn vader om te gaan werken, voor mijn moeder ook om in Lokeren te gaan werken vanuit Sint-Niklaas, dat ze dus dat mocht. Behalve al die documenten, de grote trots van mijn moeder, en we zitten dus nu in een ander doosje uit de doos te kijken. De trots van mijn moeder was het toneelspelen van haar. En daar heeft ze na 40 jaar, ze heeft veel langer gespeeld, ze heeft 60 jaar toneel gespeeld, bijna. Daar heeft ze een medaille voor gekregen. En dit is nou voor mij heel pakkend, ook als ik het zie. Niet alleen omdat het me herinnert aan haar kwaliteiten van actrice. Ik probeer het een beetje verder te zetten. Ik trek ook het land rond met eigen teksten op de planken. Ik mag bijvoorbeeld tijdens de boekenweek optreden in Carré. Het enige theater wat mijn moeder bijnaam kende in Nederland. Omdat Toon Hermans, de grote Toon Hermans, haar Helter ook optrad. Maar zij heeft dus deze medaille gekregen. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Het is heel mooi vormgegeven toch wel. Je zou verwachten van zo'n amateur toneel medaille dat het iets knullig is. Ik vind dit eigenlijk heel mooi eruit zien. Verwijzend naar de Griekse oorsprong van de tragedie. En met als opschrift Karel Poma, dat was onze minister, Vlaamse gemeenschapsminister, aan Josefa Verbeke voor 40 jaar toneelactiviteit bij de Koninklijke Toneelvereniging Sint Genesius, Sint Niklaas, op 15 februari 1982. Dat is dus bijna 30 jaar geleden. Of nee, iets meer zelfs dan 30 jaar geleden. Het is behalve dat feit natuurlijk en dat die medaille er toch wel mooi uitziet, ook zo pakkend voor mij, omdat dit op een ereplaats stond bij mijn moeder in de huiskamer, tussen allerlei andere postuurtjes en bloemetjes en souvenirs en een occasionele Sanseveria. Een heel pandemonium van kitsch en memorabilia en ook prachtige voorwerpen. Ik noemde het altijd haar schietkraam. Om te plagen zei ik altijd van, je hebt er te veel, geef mij een windbux en ik schiet de 120 zaken die er te veel staan er wel uit. Maar dit zou ik nooit weggeschoten hebben. Met geen enkel geweer, met geen enkele luchtbux. De medaille van mijn moeder, 40 jaar amateurtoneel. En daarom wil ik dit graag voordragen voor de virtuele vitrine. Maar we gaan het niet echt verkopen, want dit doe ik nooit weg.